De inleiders op de kenniskring hebben tijdens de maandelijkse bijeenkomst afgelopen dinsdag ongezouten kritiek geleverd op de regering en op haar economisch beleid. Het thema van de avond was: waarheen met onze schuldpositie, onze staatsschulden en de wet op de staatsschuld? De gastsprekers waren Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, en Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging in Suriname. De panelleden waren Sjaan Binda, Roy Bikari en Maisha Neus. De eerste helft van 2019 is waarbij ik als 1,44 miljard lokaal geleend. En dat betekent dat geld dat geleend wordt, dat aan de overheid is gegaan, is geld dat je eigenlijk uit de economie hebt onttrokken. Want het is niet zichtbaar in de economie. Het is geld dat de ondernemers konden gebruiken, dat is geld tegen een lagere rente. En nu zie je dat de rentepercentages erg hoog zijn. Dus de overheid leent, de banken schroeven de rentepercentage op, maar de overheid gaat toch lenen. Artikel 31 lid 3 van onze grondwet zegt namelijk dat elke inmenging in zaken de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangen is verboden. En artikel 145 van onze grondwet schrijft voor dat het Openbaar Ministerie met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk is voor de opsporing en belastwist met de vervolging van alle strafbare feiten. Weer, dus Anamitaki staat in de wet. Misschien zou je in de toekomst door de gewijzigde wet op de staatsschuld de monetaire autoriteiten straffeloos onze geld willen kunnen doen verspillen. Maar het verleden kan dus niet beïnvloed worden. Achtereenvolgend de inleiders Wong en Bikari. Ook de panelleden lieten van zich horen. Wetten worden constant genegeerd, gebroken in dit land. Onder dit land. Niet alleen wetten, maar ook gerespecteerde instituten en organisaties worden genegeerd. Als we kijken dat er 20-tal organisaties en niet zomaar organisaties zich hebben uitgesproken over deze wet, de wijziging van de wet, dan zie je dat mensen doodleuk, 26 mensen, denken dat ze God zijn geworden in dit land, met een blusser mee, dat ze gewoon doodleuk alles negeren, alle discussies negeren, ook hun eigen collega's in de zaal van het hoogste college van staat. Men gaat langs alle discussies heen. Sjaan Binda, een van de panelleden van de kenniskring die afgelopen dinsdag haar maandelijkse bijeenkomst heeft gehouden. Ze hebben felle kritiek geleverd op de prestaties van de regering.